Hi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. En deze gaat allemaal over mijn koffer. Ik kreeg namelijk de vraag of ik wilde filmen wat ik allemaal meeneem naar Bonaire. En dat wil ik natuurlijk met liefde. Ik ga even ruimte maken voor dit geval, zodat jullie goed kunnen zien wat ik er allemaal instop. Ik dacht, hoe ga ik dit makkelijkst doen? Ik heb aan deze kant gedurende de week de spullen verzameld, omdat het natuurlijk in Nederland ook gewoon ontzettend warm was. Dus alles wat ik daar ga dragen, droeg ik nu ook gewoon hier. Dus ik moest echt heel goed de was bijhouden. En gedurende de afgelopen anderhalve week heb ik echt dingen apart gelegd van oké, dit wil ik echt mee of dat wil ik niet missen, dus dat draag ik niet meer. Maar ik ga gedurende het inpakken even kijken of het een beetje klopt en loopt en tellen, want dat heb ik nog niet echt gedaan. Ik heb het idee dat er spullen in zitten. Ja hoor. Skikleding. Oké. Oké, dat gaan we dan even een ander plekje verzoeken. Voorlopig gaan we niet skiën. Oké, dat is hem. Nu kunnen we echt gaan beginnen. Ik ga even aan deze kant beginnen met de kleding. Het eerste wat ik erin doe is de badhanddoek. Is toch wel, ik weet, ze heeft daar van het resort, heeft ze ook. Maar ik vind het toch altijd lekker om er eentje zelf bij te hebben, gewoon voor de zekerheid. En we kunnen daar eventueel, dat is echt het meest relaxte aan vrienden in het buitenland. Ik zou zeggen, zoek ze. Zij hebben alles. Dus je hoeft eigenlijk wat dat betreft, zoals nu ook, ik heb echt wel een paar bikinis. Maar ik weet, zij heeft 180.000 bikinis. Dus uiteindelijk ga ik toch van haar lenen, want dat vind ik gewoon leuk. Dus als je iets vergeet, zit je ook niet zo erg in de problemen. Aan de andere kant, je kan alles kopen tegenwoordig. Laat ik allereerst zeggen dat ik absoluut geen techniek heb. Ik ben niet van het oprollen of het netjes of het... Nou ja, wel netjes, maar niet specifiek. Ik doe alles er gewoon in. Het enige wat ik wel altijd fijn vind is zeg maar soort bij soort. Dus hemdjes bij hemdjes, broekjes bij broekjes. Dat je het gewoon weer makkelijk terug kan vinden en ook makkelijk in de kast kan leggen. Ik heb hier sokken. 5 paar. Ik ga 10 dagen, maar ik weet nu al, ik loop alleen maar op slippers. Maar mocht ik het willen, heb ik ze in ieder geval. En ik kom wel in sneakers, dus gewoon voor de zekerheid. Ondergoed, 12 paar. Gewoon 2 extra, ook gewoon zo van beter mee verlegen dan onverlegen, zou mijn moeder zeggen. Zo. Nou, dat is natuurlijk niet zo interessant, dus vanaf hier wordt het eigenlijk alleen maar leuker. Ik heb hier een wit shortje met gaten. Die gaat mee. Dit is eigenlijk een rok. Ik ga het heel even leggen. Een lange rok, maar die zit wel echt heel erg prettig. Dus die gaat ook sowieso mee. Dan hebben we een kort broekje. Die heb ik nieuw gekocht. Die heb ik nog eigenlijk ook helemaal niet aangehad. Maar die moet sowieso ook mee. Het is een broekrokje. Het lijkt een rokje, maar er zit wel een broekje onder. Dit is een broekje. Een bloemenbroekje. Dit is een slaapbroekje. Is echt het meest lekkerste ding wat ik ooit gehad heb. Volgens mij is die van de Primark. En heb ik een L genomen, zodat die echt lekker los zit. En dat is in de warmte, want ik moet wel iets op mijn lijf hebben. Moet ik altijd iets op me hebben, zeg maar. Al is dat laken, anders slaap ik niet. Maar dan is dit echt fantastisch. Dus ja, die valt eigenlijk onder slapen, maar dat kan ik wel even zo naast de ondergoed stoppen. Dan heb ik een aantal bikershorts gekocht. Niet alleen is dat onwijs, zit dat onwijs lekker met warmte, maar het is gewoon zo lekker luchtig en chill. Dat vooral. En het is niet het meest charmante in alle gevallen. Maar I love it and I need it. Dus ik heb 1 lichtgrijze. Ik heb ze nog bij de Zeeman gekocht van de week. 1 zwarte. 2 witte. En deze soort van sneakprint. Komen van de Zeeman / Primark. Hier hebben we een spijkerbroekje. Simpel spijkerbroekje eigenlijk. Hij is eigenlijk 2 maten te groot, maar ook daar, ik vind het wel lekker als hij gewoon baggy zit. En ik wilde dit soort broekjes wel nog hebben. En deze komt ook van de Primark. En voor dat geld, weet je. En dan als laatste heb ik nog een zwarte, luchtige, net iets, zeg maar, meer voor als je echt gezellig ergens samen gaat eten of zo. Nou heb ik daar ook nog wel een paar jurkjes voor klaargelegd. Maar die andere zijn echt gewoon vooral chill kleding. Want dat ben ik namelijk van plan om het allermeeste te gaan doen. Chillen! Oké, dat betekent dat ik zeg maar even voor het strand ga. 1, 2, 3, 4,
vijf broekjes heb. Vijf broekjes. En de rest is zeg maar meer gewoon chill voor thuis 's avonds. Ik heb ook nog een stapeltje lange broeken. En dan denk je, waarom in vredesnaam? Nou, we hebben het luxe dat in haar appartement lekker airco is. En in airco, ja, is het gewoon toch soms best wel fris. Of na het douchen vind ik het gewoon lekker om dan toch een lange broek aan te doen. Weet ik van voorgaande jaren. En dan had ik er vaak maar één bij me. En dat, dan ja, vond ik, had ik daar echt spijt van. Dus ik heb een lange zwarte flared. Dit is een brede blauwe. Die trouwens in warm weer ook gewoon fijn is hoor. Want soms is een lange broek nog koeler dan een korte. Want dan gaan je benen alleen maar plakken. En dat heb je met lang niet. Dit is mijn lila joggingbroek. Maar die wil ik eigenlijk naar het vliegveld aan. Het is 10 uur vliegen. Dus ja, ik moet echt een mega lekker zittende outfit. Dit is een roze. Oud roze broek. Ook lang. Die gaat ook mee. Ook loszittend. En dit is een stippeltjesrode broek. Ook gewoon een heel dun lekker stofje. En daar ga je echt plezier van krijgen, weet ik gewoon. Ik kan me echt voorstellen dat er mensen zijn die zien hoe ik mijn koffer inpak en die langzaam gek worden. Dat ze denken, hoe kun je dit doen? Maar ja, zoals ik al zei, van mij, als het erin zit, zit het erin. Niet geheel onbelangrijk. Bikinis. Ik heb deze witte van Shein. En de lila met panterprintje-achtig. En die heb ik ook nog in het zwart-wit. Die gaan ook allebei natuurlijk mee. En die broekjes ook. Dat is ook wel fijn. Dan heb ik hier eentje. Die is van de H&M. En die is heel schattig. Met een vrolijk bloemenpatroontje. Jungle. Er staan zelfs papegaaien op. En een badpakje. Dit is ook van de Primark. Groen met roze. Echt een lekker kleurtje. En ik merk toch dat ik de laatste tijd meer neig naar bikinis. Maar ik vind deze wel heel leuk. Dus ik neem ze toch mee. Ondanks dat ik het risico loop dat het voor niks is. Omdat ik ook nog eens al mijn dikke spullen ga dragen. Maar weet je. Dit is de nieuwe. Die je misschien hebt gezien in de Shein bikini shop blog. Die gaat sowieso mee. Want die is echt fantastisch. Dus die ga ik ook sowieso wel dragen. Ja, weet je, het is gewoon zo leuk om af te wisselen. En als je dan een vriendin daar hebt die 100 bikinis heeft liggen. Dit is een soort van legerprintje, badpak. En dit is nog een panterprint bikini. Dus die gaat ook mee. Die heeft een hoog broekje. Die is weer van Shein. En als laatste heb ik nog gewoon een zwarte basic bikini. Want soms heb je daar gewoon zin in. Geen grappen en grollen. Gewoon even normaal doen. En die komt van de Primark. Ik ga niet overal noemen hoor. Maar mocht je vragen hebben waar iets vandaan komt. Kun je het altijd in de comments even zetten. En dan kan ik het nog later beantwoorden. Ik moet nu letterlijk alleen nog de shirtjes. En dan heb ik dus pas een halve koffer vol. Wat dat betreft. Je weet gewoon. Nou ik weet. Ik ga gewoon de hele dag op het strand flaneren. Dus ja. Zo heb ik niet nodig. Korte shirtjes. Het is trouwens vandaag. Het is maandag. Ik heb vanochtend mijn coronatest gehad. Viel me echt alles mee, jongens. Eerlijk, het viel me alles mee. Ik vond het echt niet zo. Nou, helemaal niet pijnlijk zelfs. Gewoon een ongemakkelijk gevoel, maar. Ik vlieg woensdag om 12 uur. Dus ik ben niet heel vroeg. Ik weet dat het op een gegeven moment duurde nog 20 dagen. En toen dacht ik, nou, kan ik alvast mijn koffer inpakken? Mag wel toch? En dan doe je het niet. En dan vervolgens 2 dagen van tevoren. Dit is een hemdje van Chiquelle. Wit hemdje. Maar ik heb echt bizar veel zin in. Maar nu voelt het dus weer ineens heel ver weg. Joof mag weten waarom. Dit is ook een wit topje. Wat eigenlijk een badpak was. Maar die zat te strak. En die heb ik afgeknipt. Omdat ik hem wel heel leuk vond. En ik zocht nog zo'n soort topje. En lila topje. Ik heb vooral heel veel topjes. Omdat gewoon die broekjes, weet je. Die doe je wel 2 keer aan. Maar topjes doe ik dat vaak niet. Die draag ik 1 keer. Ja, dan heb je toch iets meer zweetgehalte. Deze ga ik in het vliegtuig aandoen. Want die zit heel erg lekker. Zo. Een basic zwarte. En dan heb ik er nog eentje met stipjes. Een haltertopje. Ik heb ook echt veel bodies. Vind ik zelf heel fijn zitten.
En deze is dan met panterprint. En die heb ik ook nog in het roze. En in het soort van beige. Het is allemaal hetzelfde modelletje. Zo. Deze, want die vond me die keer heel leuk. Dus die wil ze vast een keertje lenen. Ik moet zeggen, bij het idee van korte mouwen denk ik al, ja, dat ga ik echt niet doen. Echt, boven de 30 graden heb ik alleen maar hemdjes aan hoor. Dan heb ik nog deze witte. Oh, dus ben je buiten. Schattig off-shoulder topje is dat. Die nu een beetje helemaal in de knoop zit. Dit. Cute. Al zou dit ook een van de laatste zijn die pak, eerlijk gezegd. Gewoon omdat het dus niet een simpel, lekker luchtig hemdje is. Maar voor uit eten vind ik het wel leuk om dan iets meer mijn best voor mezelf te doen, weet je. Dit is het. Geen badpak, geen body. Heeft geen knopjes aan de onderkant. Dus je denkt badpak, maar heeft wel ophangtouwtjes. Dus je denkt body. Maar deze zit zo lekker. Die draag ik de laatste paar dagen ook gewoon thuis zonder verder iets. Gewoon als luchtige kleding. Dit zijn eigenlijk onderhemdjes, zeg maar NBH in 1. Die hebben ook zo'n onderlaag nog. En die neem ik ook mee. Het is ook gewoon s'avonds op de bank heel fijn om aan te hebben. Na een stranddag. En die heb ik ook nog in zwart. Maar die moet nog uit de was komen, denk ik. Dit is ook... Ik ben de laatste tijd helemaal van de leuke basic kleurtjes. Maar wel gewoon... Nee, basic hemdjes, maar wel in kleurtjes. En dan heb ik hier nog een normale zwarte. Want dat is wel handig om er gewoon bij te hebben. Ik heb in ieder geval genoeg topjes. Daar zit ik niet mee. Dan heb ik nog twee jurken. Die zal ik er even bij pakken. Dit is een lange oranje jurk. Die heb je misschien op mijn Instagram al wel gezien. Dus dat is eigenlijk ook wel, is wel warm hoor. Maar ik vind hem gewoon heel leuk. Dus als er een keer een slechtere dag is. En hij heeft geen mouwen. Dus wat dat betreft kan ik die aan. Dit is echt mijn fave al jaren. En ik draag hem dus echt nooit. Ik heb hem gekocht toen mijn vriendin dit jaar ging trouwen. Nou, die is zeker 5 jaar getrouwd, denk ik. Ja, ik denk het wel. En ik vind hem zo mooi. Maar ik vind hem ook een soort van chic. En ik wilde hem dus een soort van speciaal houden. Omdat ik het gewoon echt een soort van bruiloftsmooi jurkje vind. Maar in die 5 jaar heb ik hem dus letterlijk 2 keer gedragen. 1 keer voor haar bruiloft. 1 keer voor mijn eigen verjaardag. Dan denk ik, nou, ik moet nu klaar zijn. Ik ga hem gewoon alledaags dragen. Want dat verdient iemand, zo leuk is die. Hij is van My Jewelry. Maar ja, hij is dus al heel oud. Maar als we uit eten gaan, ga ik die aantrekken. Dat is wel het plan. Nou, dan zit deze kant. Ja, hij zit nog helemaal niet vol. Maar hè, voor nu zit hij even vol genoeg. Hoppa. Wat deze koffer echt super fijn heeft, is die extra vakken. Dus ik heb hier wat kantoorartikelen, wil ik zeggen. Hoe noem je dat? Apotheekartikelen, weet ik veel. Kleine tandpasta, want groot heb je toch niet nodig. Factor 30 zonnebrand. En factor 50. Dit is een aloe vera cooling gel. Ben ik van plan te verbranden, but you never know. Rexona Deo. Daar heb ik er ook meer van. Dus die kunnen er allemaal wel in. En dit zijn make-up doekjes. Ik verwacht ook niet heel veel make-up te gaan dragen. Maar ook wat dat betreft. Hè. Dan. Extra zonnebrillen. Om af te wisselen. En gewoon voor de handig. Als ik hem sloop of zo, een haakje. Die gaat er ook in. Als ik op dit punt kom, dat ik denk, oké, ik heb nog een halve koffer. Daar gaat het mis, hè. Want dan ga je ellendig veel dingen erin stoppen die je niet nodig hebt. Ik heb 25 kilo, dus wat dat betreft misschien dat ik het ook wel gewoon verdeel. Ik ga wel nog wat lange mouwen meenemen voor de zekerheid. Want ik weet dat 's avonds kan het best wel afkoelen. Oké, ik heb nog wat extra dingen gegrepen. Deze, want daar had Madike het ook over dat ze die zo leuk vond. Dus die wil ze misschien ook wel lenen. En deze groene. Die is wel echt krop en cute, maar wel met lange mouwtjes. En ik dacht voor in het vliegtuig. Dit ga ik aan de andere kant doen. Heb ik nog mijn witte hoodie. Want in het vliegtuig kan het echt fris zijn, weet ik. Dus die stop ik dan gewoon in mijn handbagagetas. Dus die mag bij deze. En de zonnebril doe ik ook in mijn handbagage tas. Ja, ik ben dus nu op het punt dat ik ben echt de chaotische inpakker hoor, echt.
dat ik mijn telefoon ga pakken en een lijstje ga googelen wat ik eventueel vergeten zou kunnen zijn. Dan ga ik gewoon punt voor punt kijken. Oké, ik heb even aan. We hebben een lijstje gecheckt. Heb ik nog wel echt wat aan gehad. Want ik had natuurlijk nog helemaal geen slippertjes of zo. Dus ik neem 3 paar extra slippers mee. Of eigenlijk gewoon slippers. Gewoon easy peasy bad slippertjes. En 2 wat meer charmante slippertjes. En dan doe ik mijn All Stars aan als gewoon schoenen. En die kan ik dan daar dragen. Daarnaast zag ik nog boeken en slash puzzelboekjes staan. Dus ik heb mijn woordzoeker en mijn sudoku erbij gepakt. En dit boek wilde ik al heel lang lezen. Maar die ga ik in mijn handbagage doen. Al zijn dit wel echt zware boeken. Dus misschien alleen de sudoku. Want op het strand vind ik het ook altijd wel leuk om te doen. Anders wordt mijn handbagage wel heel zwaar. En de, uiteraard de mondkapjes die verplicht zijn in het vliegtuig. Die had ik klaar liggen, maar die doe ik ook in de handbagage. En dan doe ik mijn pen ook in de handbagage. En ja, ik denk dat ik nog maar wat extra broekjes ga pakken, want ik heb nog zoveel ruimte. En dat zei ik, dat er 7 of zo, hè? Oké, ik heb er 3 extra. Dit lijkt een rokje, maar het is een broekje. Deze is een beetje goudkleurig met een klein glansje. En nog een lekker relaxed groene. Nou, en dan ga ik dit maar gewoon even over 2 verdelen, want ik heb echt niet meer nodig dan dit. Ik heb nog geen BH trouwens, zat ik ook te denken. Die hebben natuurlijk heel veel... Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat ik hem ga dragen. Ik heb heel veel bikinis en ik heb die hemdjes van de Primark met dat onderlaagje. Ik denk dat ik die s'avonds heel veel aandoe. Maar met dit weer wil je geen BH. Maar voor de zekerheid, doe er toch eentje in. Gewoon omdat het kan. Laat ik dan mijn strapless doen. Kan ik gelijk overal mee combineren. Dus dat is gewoon top. Oké. Dit moet hem echt wel zijn hoor. Ik heb nog aan deze kant een spijkerbroek erin gedaan. Die zie je hier. Dat ik dacht, ja, je weet het niet. Je kan het maar hebben. En hier is een doos. Daar zit een waterfles voor mijn dikke in. Dezelfde waterfles als die ik ook heb. Die ik van Birdie heb gehad. Die wil zij graag ook. Dus die heeft ze hier laten bezorgen. Ja, de ene kant is nog steeds voller dan de andere. Maar ik vind het helemaal prima. Ik ga hem lekker dik maken. Als laatste moet er natuurlijk wel mijn toilettas nog in. Mijn shampoo, conditioner en de tandenborstel. Maar dat ga ik op het allerlaatste doen. Want die ga ik de komende dagen, nou ja, anderhalve dag nog gebruiken. Dus die stop ik erbij in. Ik doe hem nu lekker dicht. Anders gaan de katten er waarschijnlijk alleen mee vroeten. En ik ga nog heel veel over nadenken of ik echt niet wat vergeet. Ik heb als handbagage hier mijn tas. Daar moet in ieder geval mijn paspoort nog in. Hier zitten al wat crunchjes in. Tampons. Ik ben helemaal niet van plan om opgesteld te worden. Pil trouwens moet ik ook niet vergeten. Dat is wel een goeie. Ik denk mijn hooikoortspilletjes ook maar. Want you never know. En ik ga nog wel even naar de supermarkt om dat dingetje onderweg te halen. Maar voor nu is mijn koffer in ieder geval gepakt. Ik hoop dat je deze vreselijke chaotische manier mijn koffer inpakken een beetje leuk vond. Dat je het interessant vond om te kijken wat erin zit. Ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dat dan niet. En dan zie ik je weer bij de volgende video. Bedankt voor het kijken.